Goedemiddag, het is vandaag vrijdag 28 maart. Dit is dan weer het videomarktbericht speciaal voor boerenbusiness.nl. Mijn naam is Henry Dunning. Goed, we beginnen met de varkensmarkt. Er kwam toch in de loop van deze week wel weer een beetje stemming. We hebben natuurlijk vorige week een verlaging van 5 cent gezien. Dat was weer een reactie op de plus 13. We staan nu op 1,55 euro in Duitsland. De rest van Nederland staat daar zo'n beetje omheen. Toch een klein beetje het geluid dat er misschien wel een plusje aan zou kunnen komen. 2 à 3, misschien wel 4 cent. Is helaas niet gebeurd. Duitsland hebben toch sinds gisteren weer behoorlijk aan de rem getrokken en willen onveranderd. ISN is daarin meegegaan, dus we zijn onveranderd blijven staan op 1,55 euro. Toch wel een kleine teleurstelling. Vooral als je om je heen kijkt, heel Europa, wat zeg ik, de halve wereld gaan de varkensprijzen omhoog. Vooral in Amerika gaat het heel hard. Daar verwachten ze ook dit jaar behoorlijk minder varkens. Uiteraard ook te maken met de virusziekte die ze daar hebben. Maar ook in Europa denk ik dat het aanbod toch wel wat, een procentje of 2-3 kleiner uit zal vallen. En dat merk je nu toch wel in het aantal slachtingen en ook in het aanbod voor elke week, zeg maar. Ook voor de komende week is het aanbod weer krap. Dus ja, het is een kwestie van tijd voordat de varkenprijzen weer verder gaan stijgen. Slachterijen zullen zoveel mogelijk proberen om het tegen te houden. Maar ik heb toch wel het gevoel dat op een bepaald moment, zeker in het voorjaar of in de zomer, de deksel er nog een keer afgaat. En dat we zeker een stuk hogere prijzen gaan zien. Zelfs Rusland kan dat niet tegenhouden. Het vlees wat normaal naar Rusland gaat, heeft ondertussen alweer een andere weg gevonden. Dus ook de vleeshandel loopt eigenlijk best naar behoren. Komt vooral dus door, ja, minder varkens is uiteraard ook minder vlees. Dus per saldo ben ik toch wel optimistisch over de markt. Alleen die onveranderd van vandaag is toch wel een kleine tegenvallen. Maar we niet zeggen dat we niet naar boven kunnen. Dus maar weer de hoop een beetje vestigen op volgende week, denk ik. De beurs zal vanavond ook wel onveranderd blijven, dus daar zal niks aan veranderen. De biggenmarkt, ik verwacht eigenlijk een onveranderde kleine verhoging. Dit is een goede vraag naar biggen. Die markt zit er eigenlijk vrij gezond uit. Mensen zijn ook optimistisch, willen allemaal biggen opleggen, dus die markt loopt vlot door. Dus houd maar op onveranderd tot een klein plusje. Goed, dan de rechtenmarkt. Ja, we hebben natuurlijk deze week weer gehoord over de derogatie. Daar hebben ze de dierrechten aan gekoppeld. We weten nu in ieder geval zeker dat we in ieder geval tot 1 januari 2018 dierrechten hebben. In ieder geval varkens- en pluimveerrechten. En ja, hoe het daarna gaat, zien we dan wel weer. Maar dat zal toch wel tot gevolg hebben dat er toch nog weer mensen actief op zoek gaan naar varkensrechten. En dat zie je eigenlijk al een beetje terug in de handel. Er is niet veel handel. Het is eigenlijk nog steeds een rustige periode. We zaten in een dalende markt. Het lijkt nu weer iets een stijgende markt te gaan worden. Dus ik verwacht eigenlijk prijzen die weer wat richting, zo zeg maar in Noord richting de 45 euro. In Oost richting de 50. Misschien 55 euro. En in Zuid denk ik zo'n beetje 60 à 65 euro. Goed, dan de termijnmarkt. Ja, ik zei het vorige week al. Als je nog een rekening hebt, dan moet je gewoon in de koop stappen. Ook niet op een paar centen kijken. Ik denk dat je als je op dit moment junis koopt voor 1,68 en mei voor 1,4 of 1,65. Dat kun je niet, kan niet zoveel meer misgaan. Ik heb het gevoel dat die markt rond die tijd wel hoger zal staan dan wat de termijnmarkt nu aangeeft. Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd terecht op onze site boerenbusiness.nl. U kunt ook een abonnement nemen, dan krijgt u alle varkensprijzen zo snel mogelijk via de sms. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag varkensmarkt of @HenryDunning.